Hoe maak je je grond zaaiklaar? Als de temperaturen weer gaan stijgen, dan zijn er heel veel mensen die weer zin krijgen om te gaan zaaien en te stekken. Of wat een stuk moestuin aan te leggen. Nou, dan wil je natuurlijk wel ook dat die grond een beetje bewerkbaar is. Dan kan je hem helemaal om gaan spitten. Of je kan hem bijvoorbeeld gaan frezen, zoals ik zo meteen ga doen. Belangrijk is dan wel dat je dit hele grondstukje eens even na gaat kijken op onkruiden waarvan je niet wilt dat ze stuk gevreesd worden. Bijvoorbeeld paardenbloemen met zo'n hele lange penwortel. Of onkruiden met ondergrondse uitlopers. Bijvoorbeeld zevenblad, kweekgras. Dat wil je niet dat dat stuk gemalen wordt, want dan vermeerder je dat alleen maar. Dus die haal je er met de hand uit en gooi je weg. De onkruiden die er nu nog staan, die vermaal je gewoon en die sterven vanzelf al af. Het makkelijk bewerkbaar maken is niet de enige reden van die grondbewerking. Ten tweede hak je natuurlijk ook nog eens de onkruiden stuk, dus je krijgt een mooi schoonveld. Maar je brengt ook heel veel zuurstof in de grond. Je maakt hem echt heel mooi rul. Als je dan gaat zaaien, of je gaat je slaappoot of whatever, dan kunnen die hele minuscule worteltjes heel makkelijk die grond in op zoek naar water en voedingsstoffen. Nou, genoeg gepraat. We gaan aan het werk. Nu lijkt de tuinvrees nog heel erg groot, maar als je deze twee grote zwarte knoppen losdraait, dan kun je gewoon de stuurhendel inklappen en dan hou je eigenlijk maar zo'n pakketje over. Nu is het dus een tuinvrees, maar als je die splitpen eruit haalt, is die super simpel om te bouwen. Tot bijvoorbeeld een graskanten snijder om de overgang van je bestrating bijvoorbeeld naar je gras mooi recht af te snijden. Je kunt er ook een verducteermachine van maken. Die pennen die slaan door de toplaag van het gras om mos eruit te halen, onkruid weg te halen en om die toplaag mooi luchtig te maken. En als je een heel eind moet lopen, dan zijn er ook transportwieltjes voor. Ik ga er nog één keer doorheen.